President Chandrika Prasad Santokhi heeft een commissie geïnstalleerd in het kader van de viering van 45 jaar staatkundige onafhankelijkheid. De installatie heeft plaatsgevonden op 12 augustus 2020 op het kabinet van de president. Deze commissie wordt bemenst door personen vanuit verschillende disciplines. De president heeft vanmorgen de commissie geïnstalleerd. Commissie viering 45 jaar staatkundige onafhankelijkheid van de Republiek Suriname. 45 jaar natuurlijk is een heel markant punt voor onze republiek. Aan de andere zijde zitten we natuurlijk met COVID-beperkingen. Het is een hele uitdaging voor deze commissie om in deze gegeven omstandigheid ook nog dus zo'n markant punt voor de republiek te organiseren en te vieren. We hebben de opdracht gehad om verschillende mogelijkheden te bekijken, verschillende scenario's uit te werken. We denken aan natuurlijk één scenario is centraal hier. En waarbij scenario 2 wij willen meenemen om op districtsniveau ook diezelfde dag de viering te doen plaatsvinden. Dat is natuurlijk het idee dat geopperd is geworden door de commissie. En we zullen natuurlijk komende tijd inhoud aangeven. Kijk, normaal gesproken, de viering wordt natuurlijk heel groot georganiseerd. En mensen worden gemobiliseerd om naar de nationale parade te komen kijken. Natuurlijk die volksreceptie. Maar we gaan deze keer rekening mee moeten houden. We komen met verschillende opties. Eén is natuurlijk met de beperkingen die COVID-protocollen ons opleggen. En natuurlijk, een andere optie kan zijn natuurlijk, waarbij er een stukje meer vrijheid is. Dus we gaan de verschillende modellen presenteren. En afhankelijk van de situatie, zeg maar midden november, zullen we dan een besluit nemen welk model we zullen toepassen. Maar het idee nu al gaat, en zeker binnen de commissie is, laten we het een nationaal karakter geven. Maar niet alleen nationaal, maar ook bedrijfsleven erbij betrekken. Laten we kijken wat wij via het ministerie van Onderwijs kunnen doen op de scholen. Het is natuurlijk een heel goed leermoment voor de kinderen. En zeker van middelbare school, lagere school, mogelijk ook universiteit. Ze hebben eigenlijk die dag niet meegemaakt. Dus willen we die mensen het nationalisme in ze kweken, dan is dit een heel goed moment om dat te doen. Zo, nogmaals, vandaag zijn we geïnstalleerd. We gaan onze discussies hebben binnen de groep. En we gaan kijken, we gaan een zo breed mogelijk karakter hieraan geven. De president heeft aangegeven dat we moeten verwachten dat er buitenlandse staatshoofden zullen komen, regeringsleiders zullen komen, maar natuurlijk ook hoge gasten uit het buitenland. Daar moeten we zeker op rekenen. Op de eerste plaats wil ik elke Surinamer oproepen om zich te houden aan COVID-protocollen. Helpt u uzelf, helpt u een ieder, helpt u de nationale volksgezondheid te consolideren, naar grote hoogte te brengen. En tweede, de informatie voor de dag zelf. En we denken ook een aantal ministeries bij te betrekken. Maar de informatie aan de mensen zullen we te zijner tijd geven. Vandaag zijn we geïnstalleerd. We gaan alles uitzetten en te zijner tijd komen we terug.